Shit. Tot zo. Goedendag, ik ben Sevjo van Dongen. Ik ben commissaris africhting van de Bouvier Dressuurgroep hier in Spijkenisse. Wij organiseren vandaag op 5 mei het Nederlands kampioenschap voor de Bouviers. Dit bevat 3 onderdelen. We zijn vanochtend met z'n allen begonnen op het speurveld. Daar hebben we bij een boer sporen uitgelopen. De honden hebben daar keurig hun voorwerpen gezocht. Helaas is de 1 jonge hond daarvan gezakt. Maar voor de rest hebben ze het allemaal perfect gedaan. Daarna zijn we hier terug naar de vereniging gekomen. En daar hebben wij een stukje appel, gehoorzaamheid, gedaan. Daar is iedereen ook weer redelijk doorheen gekomen op 1 persoon na, helaas. Jonge hond, je moet nog veel leren. Dat komt goed. En nu zijn we gestart met de laatste afdeling voor vandaag, het manwerk. En daar is de bedoeling dat de hond onze zogenoemde pakwerker te pakken neemt op het moment dat hij probeert te vluchten. En aan het einde van dit worden alle punten bij elkaar opgeteld wat de mensen hebben behaald. En vanuit daar wordt de Nederlands kampioen gehaald. En dit doen wij in 2 verschillende categorieën. En dit keer in de IGP1. En daar hebben we een aparte wedstrijd van. En dan daarnaast is de IGP3. En dat is de grote wedstrijd. En daar komt de Nederlands kampioenschap kampioen uit. Nee. Even wat belasten van de mouw, licht pakken van de mouw. Doordat hij eerst belast zou bloffen, iets eerder kunnen beginnen. Daarna is het bloffen zonder meer aanhouden. Het is een drangvolle bewakingsfase, eigenlijk totdat jij erachter komt. En dan wordt hij een beetje vervelend. Dan begint hij daar een beetje te stoten tegen die mouw. En op het moment dat je hem nog gaat halen, dat je hem ophaalt uit het verstek. Je kiest om het los te doen. Ja, dan moet hij dan duidelijk even wat beter onder controle zijn.
Beter ronde, enge ronde. Oefening is zeer goed. Oh! Thank you.